Beste kijkers, minister Likram Soerjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij verschaft in een vraaggesprek met het Nationaal Informatie Instituut duidelijkheid over recente ontwikkelingen binnen de visserijsector. Minister, er is recent in de media en ook in de Nationale Assemblée gereageerd op de kwestie betreffende 6 hektrolers die op Surinaamse wateren of in Surinaamse wateren zijn gesignaleerd. Kunt u de samenleving in het kort daarover inlichten? Inderdaad, in de afgelopen zeg maar 2 weken is er enorm veel gezegd over de komst van die trawlers. En ik denk dat het inderdaad oké is om de samenleving te informeren. Ik heb op andere momenten dat reeds gedaan. Laat mij even teruggaan. Het bedrijf heeft in 2017, in juli, toestemming gehad. En ze hebben in mei 2017 dus hun aanvraag ingediend voor vergunning. Ze hebben in 2017 juli toestemming gehad. En in begin november hebben ze aangegeven, 2018 dus, dat ze zover zijn en met hun trawlers willen binnenvaren. Die toestemming hebben ze ook gehad. En met dien verstande dat de vervolgprocedure van die vergunningsaanvraag moet worden afgehandeld. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat er inspectie zal komen en dat er daarna keuring eventueel door MAS en registratie moet komen. En dan, als alles oké is, komen ze in aanmerking voor hun vergunning. Het gaat om 6 trawler aanvragen en die 6 toestemmingen zijn dus in 2017 gegeven. We zijn nu op het punt waarbij ze met 2 trawlers hier binnen zijn gevaren en het onderdirectoraat Visserij heeft al inspectie gepleegd. Ik wacht rapportage af. Ik verwacht dat vandaag nog. Zodra ik het rapport binnen heb en het heb bestudeerd en besproken intern, zal aan de hand van de informatie die binnenkomt het vervolg worden bepaald. Maar laat mij dit duidelijk stellen. Op het eerste gezicht, als je naar die boten kijkt en de informatie die informeel binnen is, dan kan ik u aangeven dat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Als we praten over motorvermogen, als een bedrijf toestemming krijgt om voorbereidingen te treffen, wat ze in juli vorig jaar hebben gehad, zullen ze moeten voldoen aan voorwaarden. Die voorwaarden krijgen ze ook mee. Dus het bedrijf is op de hoogte geweest van de voorwaarden. Ik praat over motorvermogen met name. En natuurlijk zijn er alle andere dingen die in die voorwaarden zijn meegenomen. Maar belangrijk is motorvermogen, hoe groot moet die boot zijn, welke netten mag je gebruiken, dat soort dingen. Ze gaan dus moeten voldoen aan die voorwaarden. En ik herhaal nogmaals, op het eerste gezicht, wat je kan waarnemen, voldoen ze niet aan die voorwaarden. In elk geval niet qua grootte en ook niet qua motorvermogen. Maar ik kan alleen handelen op basis van rapportages, schriftelijke rapportages. En ik heb het rapport vandaag binnen. Dan zal ik dat bestuderen, doornemen met het onderdirectoraat en alle relevante medewerkers hier op het ministerie. En dan nemen we een besluit. Als ze niet voldoen, krijgen ze geen vergunning en dan zullen ze moeten vertrekken. Zo simpel is dat. Ik begrijp die bezorgdheid. En dat die sector en de gemeenschap alert is, dat vind ik helemaal oké. Dat moet zo, dat hoort zo. Die bezorgdheid is oké. Alleen het is mijn taak om aan te geven hoe we te werk gaan. En laat mij u aangeven dat ik de visserijsector een week geleden hier heb ontvangen. Zij hebben de behoefte gehad om een schrijven aan te bieden met betrekking tot de komst van die trawlers.
Ik heb ze vandaag ook nog ontvangen voor een gesprek en we hebben nadere afspraken gemaakt. Dat we bij elkaar komen in de komende 2 weken, op zijn minst 1 keer om, het beleid verder te bespreken. Zodat zij ook hun zegje kunnen doen en hun voorstellen, hun inzichten kunnen geven. Maar met betrekking tot opmerkingen, als zou het ministerie zich niet houden aan die regels. Ik kan u aangeven dat ik werk volgens de regelgeving en beschikkingen, bepalingen die er zijn. En dat geldt ook voor andere sectoren, maar met name de visserijsector. Dus ik kan de gemeenschap geruststellen dat vergunningen alleen worden getekend, en die worden door mij getekend, als er wordt voldaan aan alle voorwaarden die zijn gesteld. Ik denk dat ik die geruststelling aan de gemeenschap kan geven. Minister, vindt er voldoende controle plaats vanuit de autoriteiten op vissersboten, dat zij dus niet buiten de gebieden vissen waar zij dus een vergunning over hebben? Laat mij dit zeggen. We zijn een transparant ministerie. Die controle is niet optimaal. En waarom? Omdat we de capaciteit gewoon niet hebben. Maar er moeten ook andere mechanismen in place zijn. Eén van ze is bijvoorbeeld het vesselmonitoringssysteem. Een apparaat waarbij je dus zeg maar het onderdirectoraat in een kantoor alle boten zou kunnen volgen. Nu is het zo dat de vistrawlers dat hebben, maar de SK-boten niet. Maar we zijn doende om dat in place te krijgen vanaf begin 2019. Zodat alle boten een VMS, zoals dat wordt genoemd, een Vessel Monitoring System, device, apparaat hebben. En dan kunnen die boten worden gevolgd. Dat is één mechanisme. Maar natuurlijk hebben we de kustwacht. Als die behoefte er is. En kustwacht heeft natuurlijk zijn eigen werkwijze, waarbij ze op regelmatige basis controle moeten uitvoeren. Maar we zijn geen vreemden in Suriname. We begrijpen dat soms middelen beperkt zijn en we niet in staat zijn, zoals we ons hebben voorgenomen, die controle uit te oefenen. Maar ik wil wel aangeven dat die controle niet gelijk is aan nul. Die controle is er. We werken aan een aantal systemen om dat in place te hebben vanaf begin 2019. Ik zei al VMS. En kustwacht is er. Waar nodig komt het ministerie van Defensie en Justitie in. Dus ik denk dat al met al wij niet kunnen zeggen van dat wij optimaal functioneren. Maar het is ook niet zo dat wij absoluut niets hebben. Wij moeten werken en dat doen we nu. En ik doe dat in samenspraak met die andere ministeries en ministers. Defensie, Justitie, HI en Binnenlandse Zaken. Om het controlemechanisme, de mechanismen in place te hebben en dat verder te verbeteren. Minister, kunt u ons aangeven wat er uiteindelijk gaat gebeuren met de kwestie van die 6 hektrolers? Zullen deze ondernemers of het bedrijf, zal die toch in aanmerking komen voor de vergunning? Want zoals u eerder hebt aangegeven, er zijn enkele punten, gelet op de voorwaarden waaraan zij dus niet voldoen. Dus kijk, als er boten hier zijn gedirigeerd door een bedrijf, binnengehaald, en als ze niet voldoen, dan zullen ze op een gegeven moment moeten vertrekken. Want ik denk niet dat het bedrijf zoveel geld heeft dat ze ergens gaan parkeren. Want je gaat havenkosten moeten betalen, toch? Het is vanzelfsprekend. Maar vanuit het ministerie zullen we erop toezien dat als die boten niet voldoen, die boten dan plaatsmaken. Dat zal met het bedrijf zeker worden afgesproken. Minister, is er een limiet voor vissersboten, ongeacht van welk formaat, hoeveel vissen zij op jaarbasis of op maandbasis mogen vangen? Dus kijk, bij die trawlers is het zo dat ze
maximaal 200 dagen per jaar mogen vissen. Dat is een limitation. Bij de SK-boten, daar is het zo dat ze een bepaalde hoeveelheid, 2, 4 ton ijs mogen meenemen. Dat betekent dat je maar een bepaalde hoeveelheid, een bepaalde periode kan overleven en een bepaalde hoeveelheid vis kan opbergen. Dus die restricties zijn ook in die voorwaarden opgenomen. En het is de bedoeling dat we natuurlijk steeds kijken naar die bepalingen. En op basis van input vanuit het veld, dus van die sector zelf, maar ook wetenschappelijk onderzoek, moeten komen tot aanpassingen indien die nodig mochten blijken. Als we merken dat bijvoorbeeld bij een bepaald type de vangst aan het afnemen is, is dat iets van een moment? Is dat iets structureels? Wij moeten dat op basis van de input, de statistieken die worden verzameld, maar ook op basis van wetenschappelijk onderzoek kunnen baseren en een zinnig antwoord erop kunnen geven en een besluit te kunnen nemen. Maar die restricties zijn er. En die zijn natuurlijk aan verandering onderhevig, zoals ik net zei. Ik wil ook daarbij toevoegen dat ik in voorbereiding ben om een biomassa-studie, zoals ze dat noemen, de populaties, vispopulaties in onze visgronden, die studie te doen. Als ik het goed heb, is het voor het laatst in 1988, 89 uitgevoerd. Dat is meer dan 30 jaar geleden. Nu gaan we het moeten herhalen. Ik heb al gesprekken gevoerd met IDB. Die is bereid te ondersteunen. We gaan onder andere Japan ook vragen. Omdat zij expertise ook hebben. En andere relevante organisaties. Ik ben met die voorbereiding bezig, zodat we in 2019 die studie kunnen doen. En eigenlijk het aantal aan vergunningen kunnen relateren aan wetenschappelijk onderzoek en resultaten die we daaruit halen. Wordt er voldoende rekening gehouden met het feit dat onze visvoorraden over 50 jaar nog in stand gehouden moet worden? En dat dus de samenleving voldoende moet kunnen profiteren daarvan? We gaan met ons allen ernaartoe moeten werken. We hebben geen andere keus. Want als we onze visgronden leeg vissen, dan zitten we met grote problemen, omdat die visserijsector qua werkgelegenheid, inkomsten voor de staat en spin-off enorm veel betekent en een bijdrage levert aan onze economie. Dus in principe hebben we geen andere keus dan de duurzaamheid binnen die sector te garanderen. Maar daarin heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een belangrijke bijdrage, maar die andere stakeholders hebben ook een bijdrage te leveren. En dat is de bedoeling, dat we gezamenlijk werken richting beleid, maar dat we ons ook houden aan afspraken. Het ministerie zal dat moeten doen, maar ook de andere stakeholders binnen de visserijsector. Minister Surjan, wij bedanken u voor uw bijdrage aan dit vraaggesprek en wensen u verder succes toe met uw werk.